Ik was Pieter, even... Pieter is ingelogd. Ik was even polshoogte gaan nemen bij IT, dank u wel. Hiermee kunnen we van start gaan. Goedenavond iedereen. Allen hartelijk welkom op deze commissievergadering ter voorbereiding van de gemeenteraad van eerstkomende donderdag 26 november. Ik wens vooraf te beginnen met de verontschuldiging van raadslid Bart van de Kerkhoven voor deze commissie. Zoals jullie weten is de agenda van vandaag beperkt tot een aantal punten met de toelichting en hebben we vervolgens morgen tevens de andere agendapunten van de raad die zullen worden besproken. Vandaag behandelen we punten 10, 11, punten 13 tot en met 15. Dan zijn we dus nu gekomen aan punt 10 die we als eerste zullen behandelen. Het is het punt herbestemming van het Saverijspand in functie van verhuisvredigerecht. Wordt gevraagd om het definitieve ontwerp goed te keuren, de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze. Ik weet niet, misschien is het handig om eerst te luisteren of hier specifieke vragen zijn, want er zijn heel wat bijlagen. Er is geen specifieke aparte presentatie, dus dan hoor ik graag eerst bij jullie raadsleden of er vragen zijn. En ik heb begrepen dat raadslid Sabine Vermeulen het woord vraagt. Aan u het woord. Raadslid Sabine Vermeulen, mogelijk hebt u de microfoon niet aanstaan. Is beter, ja. Ja, ik heb één vraagje in verband met de tussenkomst van de FOT. Die staat nu beschreven op 365.000 euro. Ik heb dat moeten zoeken waar dat expliciet stond, want dat stond niet beschreven in het raadsbesluit, maar ik heb dat wel teruggevonden in het huurcontract, dat dat inderdaad afgedekt is voor maximum 365.000 euro. Maar dan heb ik de vraag van, als er meer werken komen, zijn die dan volledig ten laste van de stad? Want wij hebben slechts 500.000 euro goedgekeurd en met zo'n bedrag is het natuurlijk mogelijk dat er meer werken komen. En de FOT komt dan waarschijnlijk niet tussenin meewerken, vermoed ik. En een andere vraag, zijn er al herhuisvestingen gevonden voor Doenza, Sint-Cecilia en Kade? Stel voor, Peter, dat we wachten en de andere vragen eerst nemen en zodat u gebundeld kan antwoorden. Dan geef ik graag het woord aan raadslid Dirk Strooband. Ja, ik had eigenlijk ook een gelijkaardige vraag over die 365.000 euro. Ik heb dat ook zien staan en ik vroeg mij eigenlijk gewoon af of dat een voorafname is op de huurprijs of dat bovenop de huurprijs komt. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan Peter Koppens. Goedenavond. Voor de raming is zo dat inderdaad een maximum is die door de FOT justitie voorzien wordt. Nu, de raming die zij opgemaakt hebben, die is heel ruim. En dat heeft enkel betrekking tot werken die eigenlijk een functie zijn van het specifiek naar vredegerecht inrichten van het gebouw. Dus in principe gaat dat niet uitlopen en is er daar voldoende onvoorziene... zijn er posten voorzien om onvoorziene kosten te gaan indekken. Dus normaal moet dat voldoende zijn om dat te gaan realiseren. Dan de vraag of het een voorafname is op de huur. Nee, dat is geen voorafname. Dat is eigenlijk de overeenkomst die opgemaakt is, komt erop neer dat wij eigenlijk een kantoorgebouw naar hedendaagse normen inrichten. Dus het Saverijspand renoveren tot een hedendaags kantoorgebouw. En alle specifieke noden die komen vanuit de FOT Justitie worden door hun gedragen. Dank u wel. Ik had ook begrepen dat er nog een vraag was van raadslid Sabine Vermeulen betreft de locatie van... We hebben Sofie, als het mag. Ja, wel, ik wou luisteren wie zou antwoorden. Dank u. Aan u het woord. Wat betreft Doenza en de Harmonie hebben wij een locatie gevonden voor Doenza in Elfdorpen. Die zitten daar zeer goed en kunnen daar gebruik maken ook van de oude raadzaal van het OCMW. En de Harmonie zit in in de vroegere civiele bescherming. Ik heb ondertussen gezien dat daar hele families geholpen hebben om te verhuizen. En dat is dus allemaal zeer goed gelukt. Dankjewel, Schepen. Zijn hier nog vragen omtrent dit punt? Geen vragen meer. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. Dat is punt 11. Aanvraag van de omgevingsvergunning. Goedkeuren van de uitrusting wegen is het aanleggen van de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van Leijoever de Deinze. Ook hier
Dan wil ik eerst luisteren of er vragen zijn. Er zitten heel wat plannetjes in de bijlagen. Zijn hier vragen over dit dossier? Geen vragen. Ik had ook begrepen, Peter, dat daar niet expliciet nog iets extra moest worden aan toegevoegd. Dus dat... In het kader van de omgevingsvergunning dat er naar de gemeenteraad gegaan wordt, omdat het tracé van de wegen is gewijzigd wordt. Oké. Ik begrijp dat er geen vragen zijn, dus dan kunnen we overgaan naar punt 13. Dat is de definitieve vaststelling. Gemeentelijke RUPSI, de voormalig politiecommissariaat en directe omgeving, wordt gevraagd om kennis te nemen van het gemotiveerde advies van de GECORO naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Ik wil eerst vragen of er specifieke vragen zijn en dan kunnen we waar nodig toelichten. Ik geef het woord aan raadslid Bart Vermarke. Aan u het woord. Ja, een klein detail, maar ik lees in het verslag van de GECORO op bladzijde 4. De ZAP, ZAB langs de N35, moet behouden blijven. Wat is ZAP? Dat is de zone voor achteruitbouw. Oké, dank u. Ja, dus dat is eigenlijk de voortuinstrook. Allee, maar het is geen huis daar. Hè. Dus ja, zone voor achteruitbouw. Oké, dank u. Zijn er verder nog vragen omtrent dit? Dan geef ik het woord aan raadslid Dirk Strooband. Ja, dat is misschien eerder een administratieve vraag, maar ik vroeg mij af, dus de GECORO heeft advies gegeven, heeft ook een aantal reacties gegeven op adviezen, of liever bezwaarschriften die binnengekomen zijn. Maar komt er nog vanuit de stadsdiensten zelf een antwoord op de bezwaren die ingediend zijn? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ik hoor je niet, Peter. Ja. Dus alle bezwaren en toelichting of opmerkingen die gekomen zijn, zijn behandeld en gebundeld door de GECORO. Dus per bezwaar wordt er een advies geformuleerd wat dat ermee gedaan wordt. Dus eigenlijk zijn er niet echt aanpassingen die als advies geformuleerd zijn naar de RUP toe. Er worden wel een aantal aandachtspunten of suggesties geformuleerd bij de verdere ontwikkeling van de site. Dus eigenlijk alle bezwaren en opmerkingen zijn behandeld, ook de adviezen zijn behandeld. Er is enkel een aanpassing op basis van het advies van AWV. Ja, dat heb ik gezien. En dus alle adviezen en opmerkingen en bezwaren worden gebundeld mee met het dossier? Doorgestuurd. Dat is een integraal deel van het dossier. Ja. Oké. Zijn er nog vragen? Ik weet niet, Peter, dat je nog iets van staan toe te voegen. Ik denk dat het vooral ook gebaseerd was op vragen die vanuit de raad zouden komen. Ja. Dat hier niet specifiek nog extra toelichting zou worden gebracht. Is punt 13 voor iedereen duidelijk? Geen vragen meer? We zijn gekomen aan punt 14, uitvoering van het masterplan, Birielmeersen, goedkeuren van ontwerpakte. Er is een grondruil tussen provinciebestuur en de stad. Die is aangehecht. Zijn daar vragen over? Kort vraagje, raadslid Dirk Strooband. Mag een slangere vraag zijn ook. Wel, het antwoord zal ook kort zijn, denk ik. Maar ik vroeg mij gewoon af, dat is nu al het tweede punt dat rond dat masterplan van de Birielmeersen op de agenda staat. Maar dus wij... Allee, wij gaan zo punctuele zaken goedkeuren, maar komt het masterplan zelf niet ter sprake op de gemeenteraad? En zo nee, waarom doen we dat niet eerst? Nee? Dat masterplan, dat is door het college goedgekeurd. Maar dat is ondertussen al, denk ik, twee jaar terug. Er zat ook een vervolgstructuur bij, die ook bij de deputatie goedgekeurd is. Een van de dingen was dat er een prup opgemaakt werd. En dan was er ook de uitvoering van het masterplan. Is ook in verschillende stappen opgenomen. En de grondruil is daar een van de onderdelen van die moest gebeuren om de actieve sportcluster te kunnen realiseren, die ondertussen ook al in de gemeenteraad geweest is, ter goedkeuring.
dat overzicht hebben we uiteraard gezien. Ja. Maar ik vroeg mij ook af, heb ik het goed dat die grondruil niet in twee fases is opgesplitst en dat er nog een grondruil gaat komen? Ja, initieel was de bedoeling dat de grondruil in twee fases ging gebeuren. Dus zijn eruit in de oude documenten. Maar in onderling overleg in de stuurgroep is er beslist dat we maar één fase grondruil gaan doen. En nu is dat gewoon een definitieve grondruil, zodat iedereen zijn eigen ontwikkeling kan gaan realiseren. Dus wij kunnen de sportcluster realiseren en de provincie kan op zijn provinciaal domein de cafetaria willen zij bouwen en een nieuwe toegang willen zij organiseren. En ik dacht dat ik ergens op de plannetjes gezien had dat de oorspronkelijke grondruil in twee fasen dan ongeveer 50-50 uitkwam op evenveel grond dat naar de provinciewet omkeert. Dat is niet dat passeert. Ja, maar dat is dat nu blijkbaar is dat nu niet meer het geval. Dus dan, en vandaar dat ik de vraag had over de twee fases. Bij de initiële plannen was er voorzien om ter hoogte van de Brielstraat, waar dan nu dat padje ligt, om naar de Briemeester te gaan, om daar ook een stedelijke ontwikkeling te doen. Dat was in het masterplan voorzien. En dan ging het verschil in de grond gecompenseerd worden samen met de provincie op die perceelen. Maar dat is geschrapt geworden. Dus vanuit het college en vanuit de deputatie is er geacht dat er niet wenselijk is om daar gebouwen te gaan bouwen. En toen is er gezegd van dat de negatieve balans in de grond, dat dat gecompenseerd wordt financieel. Dus vandaar dat dat niet meer één op één uitkomt, dat er met compensatie gewerkt wordt of een financiële bijdrage. Ja. Oké, dank u wel. Ja. Dank u wel voor de toelichting. Zijn er nog vragen over? Dan zijn we nu gekomen aan punt 15. Het punt zelf heeft betrekking tot aankoop van 5 percelen in het kader van de aanleg Bosbegraafplaats Bachten. Goedkeuren ondertekende verkoopbeloften. Ik weet niet wat de vragen zijn over het punt zelf, want straks is er ook wel een voorbereiding gemaakt door Peter in het kader van de globale visie. Die werd gevraagd door de raad ook om dat eens even te kunnen bekijken. Dus ik weet niet of er specifieke vragen zijn over het punt zelf, of jullie alvast eerst willen vernemen wat Peter wenst te brengen. Ik zie voorlopig geen aanvragen tot vragen, dus ik denk, Peter, dat je van start kan. Maar er werd mij gevraagd om het scherm te delen. Klopt, ja. Peter? Het is eigenlijk zo dat jullie eventueel kunnen meevolgen in de commissie van vanavond. Staat er slechts op één punt, zijn op dit punt bijlagen vermeld. Ik ga het scherm wel delen, maar stel dat jullie wensen mee te volgen vanuit jullie ene toelen, dan kan dat ook. Zien jullie mijn scherm nu? Ja. Oké. Okay. Peter, geef maar aan als ik moet scrollen of iets dergelijks doen. Hè? Ja, is goed. Ik kan misschien kort duiden wat er hier gebeurd is. Dus de opmaak van het RUP voor de begraafplaats van Bachten is eigenlijk al een hele tijd bezig. En in het kader van dat RUP is eigenlijk een algemene visie opgemaakt rond de begraafplaatsen voor het volledige grondgebied van Deinzen. Dat is een heel bundel die gemaakt is, maar hier zie je een tabel waarop dat je duidelijk de visie weergegeven wordt. Voor Nevelen is dat nog niet uitgewerkt, maar straks hebben we een aantal slides. En volgens een aantal principes die hier gehanteerd zijn, kan er ook verder gewerkt worden bij de visievorming voor het grondgebied van het voormalige Nevelen. Dus wij zijn begonnen met Deinzen, dus met op te lijsten wat het huidige statuut is. Dus dat is eigenlijk voor alle begraafplaatsen gebeurd. In Deinzen zie je dat er het columbarium, bijzetting bij columbarium en begravingen, dat die nu al stopgezet zijn. Maar enkel bijzetting nog mogelijk zijn. Dus de toekomstvisie voor Deinzen is dat we op termijn de begraafplaats afbouwen. Dus dat we ze uitoven en dat we meer naar een vergroening gaan. Dat er eigenlijk een groene ruimte gecreëerd wordt in de beslotenheid van de begraafplaats. Nu, die termijn is wel een langere termijn. Dus er zal stelselmatig een afbouw gebeuren van de begraafplaats
waar dan we die visievorming rond doen. Staat hier nog bij, dus funerair erfgoed is ook een belangrijke. Dus van elke begraafplaats wordt eigenlijk een inventaris gemaakt van funerair erfgoed. Er wordt er ook een visie geformuleerd rond het funerair erfgoed. En die worden altijd mee behouden binnen een parkstructuur als nabestemming. De enige vraag die hier nog zich stelt is van, wordt er op termijn ook nog asverstrooiing toegestaan? Als dat een park is, is er in principe een mogelijkheid om asverstrooiing te doen. Daar is nog geen definitieve keuze over gemaakt. Dan Petegem, dat is eigenlijk een beetje gelijkaardig dan als Deinze. Dus hier is ook de visie om uit te doven op termijn en om dat meer om te vormen naar een groene omgeving, een parkomgeving binnen het stedelijk weefsel. Astene is eigenlijk de centrale begraafplaats van, ik denk, een jaar of 20 geleden, denk ik. Dus daarin wordt er gesteld bij de visie om die te gaan behouden. En om ook te kijken om daar een uitbreiding te doen naar een bos- en natuurbegraafplaats. En die ook meer landschappelijk anders te gaan inrichten. En ook de connectie te gaan zoeken met het stadsbos die er aanpaalt. Bachte Maria Leerne is ook al deels gesloten. Dus hier is ook de visie om dat te laten uitoven. Eigenlijk is de globale of de algemene visie dat begraafplaatsen die rond de kerk liggen, dat die allemaal op termijn uitoven. En dat we rond de kerk meer naar een vergroening gaan en een parkomgeving binnen de dorpskernen. Maar wel met het behoud van het funeraire erfgoed en de sfeer, eigenlijk de serene sfeer die rond de kerkgebouw hoort. Sint Maartens Leerne is eigenlijk dezelfde visie, dus uitoven op termijn. Nu kan er niet meer begraven worden, maar wordt er wel nog bijgezet in het columbarium. Een asverstrooiing en het funerair erfgoed is er ook aanwezig. Wat hier ook belangrijk is, is eigenlijk de relatie met de nabestemming van de kerk. Dus als er verder als het volledig uitgedoofd is, moet er ook die visievorming en functie van de kerk meegenomen worden. Dus Bachte. Bachte is wel al een begraafplaats die los van de kerk ligt. Maar doordat ze eigenlijk heel tussen de woningen ligt en dat er een nieuwe begraafplaats komt in Bachte zelf, wordt er hier gesteld om die te gaan laten uitoven op termijn. Meihem is ook al deels gesloten. En aangezien dat rond de kerk ligt, wordt hier ook de visie geformuleerd om die uit te doven op termijn. Hier is ook de relatie met de nabestemming van de kerk als potentie een belangrijk aandachtspunt. Vinkt is al ook een stuk, of is eigenlijk volledig al geherlokaliseerd bij de werken die in Vinkt uitgevoerd zijn een aantal jaren terug. Dus dat wordt behouden als een soort centraal kerkhof, waar dat ook vanuit de hoek Meighem, Vinkt, Zeveren, dat eigenlijk geografisch gespreid op termijn een kerkhof, een begraafplaats is die behouden blijft. Dan Zeveren wordt momenteel nog alles gedaan. Eigenlijk worden begraving, columbarium, asverstrooiing en urnenkelders nog gedaan momenteel. Of zijn reeds deels gesloten, maar dat is dan een stuk vanuit kerkhof, maar er zijn nog mogelijkheden. Dus hier is ook de visie om te laten uitoven op termijn en om hier ook de relatie met de nabestemming van de kerk te gaan verder onderzoeken hoe dan we daarmee omgaan. Lontrehem is ook een al reeds geherlokaliseerde begraafplaats, omdat er ook nog wat ruimte is. Dus die wordt behouden als centrale begraafplaats voor de regio Lontrehem, Grammene en Hottem. En hierin is de aanbeveling om meer aandacht te gaan zoeken naar landschapsinrichting, om dat meer te gaan integreren naar het landschap toe. Grammene is momenteel ook nog alles mogelijk, behalve rond de oude kerk, rond de kerk zelf.
Dus hier wordt ook de visie geformuleerd om uit te doven op termijn. Hier is ook een belangrijk aandachtspunt rond relatie naar de nabestemming van de kerk. En dan Hotem is ook de visie geformuleerd om uit te doven op termijn. En nabestemming kerk is nog niet zo concreet, maar dat is ook wel een aandachtspunt die daar meegenomen wordt. Dus dat is eigenlijk de visie die geformuleerd is naar aanleiding van het Ruip-Bacht begraafplaats, waar dat in eerste instantie Astene als buffer kan fungeren totdat de begraafplaats in Bacht kan ontwikkeld worden. Sophie, dan had ik nog een plannetje met het overzicht, dus geografisch gespreid. Dat is die PDF. Is dat dit? Ik zie nog altijd het tabel. Ah, sorry. Ik ga even opnieuw delen. Klein secondje. Er geen zin meer in, precies. Kun je dat nu zien? Nee. Nu, hetgeen dat je gaat zien, is eigenlijk dat je, hetgeen dat ik gezegd heb, die gebiedsdekkende visie van centrale begraafplaatsen, dus Wonterhem voor Gram, Hotem en Wonterhem zelf, dan Vinkt voor Zeveren, Meeghem en Vinkt, en dan de centrale begraafplaats van Astene. Dus ik hoor dat. Deel. Klein secondje, het zal misschien makkelijker zijn als ik even toch kan delen dat klein kaartje. Hè? Ja. Ik denk dat dat een tweede slide is, hè? Ja. Ja, het is een ding. Een tweede slide. Dus hier zie je die spreiding van de centrale begraafplaatsen over het grondgebied van het voormalige Deinze. Dus waar je een landelijke in Vinkt en Wonterhem het behoud blijft van de begraafplaatsen. En dat je in Astene een centrale begraafplaats krijgt die dan ook gekoppeld wordt en dat er onderzocht wordt naar een natuurbegraafplaats. Gekoppeld aan het Stadsbos en dan Bachten, waar dan we nu ook weer die gronden voor aankopen om daar eigenlijk een park, bos, begraafplaats te maken, waar je met verschillende sferen kunt werken en dat je voldoende ruimte hebt om echt een andere typologie van begraafplaats te gaan organiseren eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de visievorming die reeds gemaakt is voor het grondgebied van het voormalige Deinze. En dan voor Nevelen is er een aanzet van visie, maar die moet nog verder ook met cijfergegevens uitgewerkt worden. Dat is nog niet gebeurd, maar dat is wel een eerste aanzet naar visievorming. Kan je die... Je wilt de volgende slide zien, waarschijnlijk? Ja, die PowerPoint. Ja, een momentje.
Hier? Eerst geen PowerPoint. Wacht, hè. Is het een InnoTool? Nee. Deze hier. We kunnen hem zelf openen anders, hè. In InnoTool zit erin, hè, die PowerPoint. Ik weet het, denk dat het misschien makkelijker was, maar was mijn vraag om het te delen. Maar zelfs met technische bijstand lukt het niet, dus het ligt niet alleen aan mezelf. Hè. Dus, Als er iemand, scherm laat delen door anderen, kan ik dat ook delen. Ze. Maar dat moet opengesteld worden. Ik was er zelfs helemaal uitgegooid uit de vergadering, dus de techniek wil mij echt vandaag niet gunstig zijn. Dus ik stel voor dat iedereen misschien zelf de PowerPoint in hand neemt, want het delen lukt dus niet. Je komt constant in conflict. En dat iedereen meevolgt van op zijn eigen InnoTool als dat goed is. Dus is de eerste bijlage, de PowerPoint, die je moet openen. Deze is Sophie. Excuseer, dat is onder de commissievergadering. Vindt u de bijlagen en de uitleg voor dit punt? En het is de eerste bijlage, de PowerPoint. Eerste bijlage, ja. Ja. En als iedereen klaar is, dan denk ik dat Peter zal wel de PowerPoint voor zich hebben, dat hij aan de slag kan gaan. Aan u het woord. Ja. Dus even de nevelen en je... Ja, een begraafplaats in Hansbeke, Landegem, Merendree, Nieuw-Nevelen en een oude begraafplaats Nevelen, en Poeselen en Voslaren. Dus eigenlijk hier wordt in dezelfde redenering als bij de visievorming voor het voormalige Deinze de regel gehanteerd van begraafplaatsen die al geherlokaliseerd worden, zijn, blijven in functie. Begraafplaatsen die rond de kerk liggen, die gaan op termijn uitoefenen. Zou je het overzicht, de tweede slide is dan het overzicht, waar dat die begraafplaatsen zich situeren. Dan de volgende slide is eigenlijk de begraafplaats van Hansbeke, die reeds geherlokaliseerd is, waar dat er ook nog mogelijkheden zijn. Dus dat is een begraafplaats die behouden blijft. Dan de volgende slide is de begraafplaats van Landegem, die ook een geherlokaliseerde begraafplaats is. Dus die blijft ook behouden. Merendree
is hetzelfde verhaal. Het is ook een herlokaliseerde begraafplaats met nog mogelijkheden. Dus die wordt behouden. Dan heb je al de nieuwe begraafplaats van Nevelen. Blijft ook behouden. Maar die wordt vanuit de conceptstudie die een opmaak is voor het dorp van Nevelen, is de bedoeling om die wel meer open, om meer te gaan betrekken als groene ruimte binnen de dorpskern en om meer te gaan verbinden naar de omgeving toe. Dan heb je de oude begraafplaats van Nevelen aan de kerk, die reeds gesloten is, maar waar dan we samen met onroerend erfgoed en de kerkfabriek een vorming rond aan het formuleren zijn, waar dat enerzijds het funerair erfgoed behouden blijft en anderzijds door een aantal graven ervan van tussen te halen meer groene ruimte gecreëerd wordt zodanig dat je daar ook een intieme groene plek krijgt in de dorpskern van Nevelen en die meer relatie zoekt met het centrum door doorbreking te gaan zoeken in de kerkhofmuur zodanig dat je dat doorwaadbaarder wordt en de kerk ook meer zichtbaar wordt in zijn omgeving. Dan heb je Poeselen, waar dat de begraafplaats rond de kerk ligt. Dus daarin wordt voorgesteld om daar een uitoefscenario te formuleren en dat ook af te stemmen in functie van de herbestemming met de kerk, waar dat de procedure momenteel lopende is. En dan heb je Voslaren, waar dat je ook nog een begraafplaats rond de kerk hebt, maar die ook al uitgedoofd is. Waar dan naar analogie met de begraafplaats van Nevelen, waar dat er eerder gekeken wordt naar funerair erfgoed en naar groene ruimte rond de kerk. Dus dat is eigenlijk het overzicht van de begraafplaatsen op het grondgebied van het voormalige Nevelen. De bedoeling is om daar ook meer cijfermatig een oefening rond te doen, samen met een burgerlijke stand of een dienstburgerzaken. Dus dat is eigenlijk het overzicht van de visievorming. Dank u wel, Peter, voor de toelichtingen. Ik geef het woord aan raadslid Bart Vermaken. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een paar vraagjes. Misschien voor de volledigheid van het dossier. De Hikro heeft ook al een advies uitgebracht over de Rupbegraafplaats. Misschien dat je dat er ook bij steekt, als dat dossier volledig is. Wel, met de Rupbegraafplaats, Bart, dat is een andere procedure. Ja. Het is zo dat het voorontwerp, is inderdaad naar de Hikro geweest. Er is eerst een startnota gemaakt. Nu is het voorontwerp ter advies naar de Hikro geweest. En nu is dat momenteel opgestuurd naar de adviserende instanties voor de plenaire vergadering. Dus dat moet eerst gebeuren en dan komt het volledige dossier naar de gemeenteraad. Ja, omdat ik zie eigenlijk dat het advies van de provincie daar eigenlijk ook al in zit. Het besluit van de deputatie zit ook al nu in het dossier. Voor de aankoop, ja, dat kan. Ja. Ja. De oorlogskerkhoven, de oorlogsgraven, zit daar een sessie op, eeuwigdurend? Dat kun je toch niet uitdoven dan, denk ik? Kan je eens mijn vragen stellen? En dan volgende. Als je spreekt van een uitbreiding voor Astene. Nu is Astene is dat zo afgezet door een draad. Als je zegt van uitbreiding, is dat dan richting Stadsbos effectief van daar grond van het Stadsbos weg te nemen? Of blijft dat binnen de huidige site? Want is er nog wel heel veel plaats. Hè? En dan stel ik mij nog altijd de vraag, ik weet niet of je daar kunt op antwoorden, maar een van de grote bezwaren was toch, denk ik, als ik mis ben, zeg het gerust, dat eigenlijk een begraafplaats een stedelijke functie heeft. En dat, als je dat in Bachten legt, dat het eigenlijk buiten het stedelijk gebied is. En dat een van de grote problemen eigenlijk is, dat dat moet passen binnen het provinciaal structuurplan. En nog in klein detail gezegd, Nevelen is al gestopt. Dan vraag ik mij gewoon af, de mensen in Nevelen, waar worden die nu begraven? Ik weet niet of... Ik weet het wel. Er is een nieuwe begraafplaats. Even zijn er twee begraafplaatsen. Dat is al een hele tijd gepasseerd. Ik denk dat in de jaren 70 iets moet geweest zijn. Dus
Ja, dat is eigenlijk al een uitgedoofde begraafplaats. U kan misschien op een aantal dingen een antwoord formuleren. Dus de oorlogsgraven, dat hoort bij het funeraire erfgoed. Dus die worden altijd behouden op de begraafplaatsen. En die worden ook in ere gehouden en hersteld door onze uitvoeringsdienst eigenlijk. Dus die worden mee geïntegreerd. Als er een uitdovend scenario is, gaan die mee een onderdeel vormen van de park, de verparking van, of de vergroening van de begraafplaats. Over Astene, het is een visie, dat is nog niet uitgewerkt. Die komt vanuit de vaststelling dat er ook nieuwe tendensen zijn naar begraafplaatsen. Dus dat is eigenlijk een suggestie of een mogelijkheid die gegeven wordt om echt naar natuurbegraafplaatsen te gaan. Daar heb je inderdaad twee mogelijkheden. Ofwel is dat op het deel dat nog niet gebruikt is. Nu, je moet wel zeggen, de begraafplaats moet ook een centrale functie behouden. Dus we hebben er wel een potentieel aan begraven op de traditionele manier nodig en een reserve. Dus als je naar een natuurbegraafplaats gaat, is dat meer extensief en heb je meer ruimte nodig. Dus daar moet inderdaad de afweging gemaakt worden. Dat op het huidige terrein, ofwel wordt er inderdaad gekeken, is een mogelijkheid om, dat is dan in samenspraak met alle partners, om eventueel een natuurbegraafplaats te organiseren in het Stadsbos. Een natuurbegraafplaats, dat wil zeggen dat je daar niet met zerken werkt, maar eerder met kleine merktekens, waar er iemand begraven is, of zelfs zonder merktekens. Er bestaan daar heel wat voorbeelden of vormen van, maar dat was een suggestie die meegenomen is in de visievorming. En dan over de begraafplaats van Bachten. Dat is eigenlijk iets die al een hele tijd bij de afbakening Klein Stedelijk Gebied lag dat inderdaad net buiten de afbakening van het stedelijk gebied die door de provincie gebeurd is. Er zijn er heel wat gesprekken rond geweest. Dat was toen niet meer mogelijk om dat mee te nemen, omdat de MER-studie al afgerond was. In het structuurplan van Deinzen is dat wel meegenomen als palend aan het stedelijk gebied. Dus in die zin is dat ook altijd verder behandeld. Dank u wel, Peter. Is dat een antwoord op uw vragen, Bart Vermarken? Nou ja, maar hij blijft natuurlijk zitten, denk ik, met het conflict tussen of dat de hogere overheid dat gaat toestaan of niet. En dus, ik stel me dan de vraag, als je daar geen garantie toe hebt, en dat is natuurlijk een politieke vraag, en nu gaat er al zoveel grond aangekocht worden, moet je niet eerst het probleem oplossen voordat je die gronden eigenlijk aankoopt? Dat je toch zeker bent, in je visie staat of valt eigenlijk met de toestemming van de hogere overheid. En nu is het al, sinds het eigenlijk 2008 zie ik, en nu in 2019 en in maart 2020 zegt de deputatie constant negatief advies. Dus je zit daar toch wel met een probleem, denk ik. Maar ik denk dat dat kwestie zal zijn dat de bestaande deputatie gewoon kijkt naar wat is de echte problematiek in Deinze rond begraven. En dat men dat echt een keer probeert te objectiveren. Ik denk dat de halstarrigheid die er is, en kan ik je frank en vrij spreken van sommige provinciale ambtenaren, dat die ook een keer moet meegaan met de realiteit van het begraven in een stad als Deinze. We doen een inspanning, we gaan naar een nieuwe visie, we gaan naar een bosbegraafplaats. Ik denk dat er weinig steden en gemeenten zijn die zoiets voorstaan, ook om hen tegemoet te komen. We geven direct ook een oplossing aan een conflict dat zeker al 30 jaar aansleept, namelijk wat te doen met de kouter in Bachten. Dat is een hele mooie kouter die dat zicht heeft naar Vossen, daar in Nevelen. Daar geven we ook een definitieve invulling van, want dat was ook iets dat altijd op de loer lag. En de gronden die we daar aankopen zijn, hoe zou ik het zeggen, als je het geheel bekijkt, ben ik ervan overtuigd dat we de ambtenaren kunnen overtuigen. En als het niet zo is, dan moeten we op een andere manier kijken. Hè. Maar ik denk dat je moet gaan voor een oplossing.
En als je wacht totdat dat RUP in orde is, of totdat er een ambtenaar in Gent of in Brussel, of waar dat hij ook woont of actief is, meegaat in het verhaal, ja, dan komt er niet. Dan komt er niet. Je moet gewoon proactief die zaken oplossen, omdat er echt een probleem is. We rekenen op de goede wil van iedereen. Ik denk dat die er wel aanwezig is om ervoor te gaan. We hebben een sterk dossier, dat is heel belangrijk, die gaat voor een goede ruimtelijke invulling en een oplossing van een probleem. Dank u wel, burgemeester. Ik geef ook het woord aan raadslid Dirk Strooband. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraagje voor Peter, omdat je hebt er net gezegd, in Astene gaan we een deel eventueel omvormen naar een bosbegraafplaats of parkbegraafplaats. En een ander deel gaat nog nodig zijn als uitbreiding voor de huidige meer stedelijke begraafplaats, zoals die eigenlijk nu is. Betekent dat dan ook dat in de begraafplaats van Bachten, dat we niet naar een loutere parkbegraafplaats gaan, maar dat het ook een combinatie gaat zijn van een meer stedelijke begraafplaats en een parkbegraafplaats? Want ik had altijd begrepen dat precies het argument was van dit gaat een parkbegraafplaats zijn en daardoor moet die stedelijke band er veel minder zijn. Heb ik dat dan verkeerd begrepen of hoe zit dat juist? Maar ik denk dat net een politieke vraag is, hè, Dirk. Ik denk dat daar een visie achter zit vanuit de stad om daar naar een parkbegraafplaats te gaan, waar dat er ook op een gedeeltelijk, op een klassieke manier kan begraven worden. Daar is ook nog altijd een vraag naar. Maar goed, we hebben voldoende middelen en tools om dat een beetje te sturen. In Astene, in Stadsbos, is het alleen nog maar een advies, hè, dat er meegegeven is. Daar is ook nog geen beslissing over gevallen. Dus ik denk dat we... Maar het is niet zo dat er alles wat dat meer stedelijk is in Astene gaat gebeuren en dat het parkbegraafplaats dan vooral in Bachten gaat zijn. Dat is niet het geval, dan heb ik... Ik denk dat die beide begraafplaatsen zullen evolueren naar een meer parkkarakter, waarbij dat het puur het klassieke begraven zoals dat wij het kennen, dat is iets dat zal uitoven. Hè. Dat is iets wat zal uitoven. Zoveel is zeker. Hè. Ik bedoel, er zullen voldoende... Iedereen begint ook in te zien dat toch wel het ruimtelijk beslag van het klassiek begraven, dat toch niet houdbaar is op termijn. En het systeem waarbij dat dan, zoals dat vroeger gangbaar was, om de zoveel tijd moest plaatsmaken op een kerkhof, is toch ook... Ja, dat is in uiterste nood, hè, dat je zoiets moet doen. Dus ik denk dat we daar gewoon de tijd zijn aan gang moeten gaan en dat dat nu wel twee begraafplaatsen zijn waar dat we de mogelijkheden hebben om zoiets te doen. En zeker als we daar iets nieuws kunnen aansnijden in Bachten. Ja. Maar wat ik van Peter gehoord, of dat er al percentages of zo op gezet waren? Maar ruimtelijk is zo dat als de begraafplaats in Bachten, de parkbegraafplaats of de bosbegraafplaats georganiseerd wordt, waar met verschillende sferen gewerkt wordt, het is ook voldoende groot. Er wordt gegaan voor de maximale versie. Hij zit eigenlijk met een driehoek aan de Schipdonkstraat en dan heb je de verbinding richting Merelweg, denk ik dat dat noemt. En Bachten-Grot eigenlijk. Dus je zit daarmee heel andere landschappelijke gegevens. Dus als je zegt van ja, er is nog behoefte aan inderdaad een stuk die wat meer stedelijk is, die meer de traditionele vorm nog is, kun je dat heel beperkt doen in het eerste deel op de driehoek en dan ja, een keer dat je verder in het landschap gaat dan meer naar een bos gaan, gaat dan meer naar landschap gaan, waardoor je mogelijkheid hebt om te gaan in andere vormen gaan begraven. Dat is ook een beetje de visie om dat ook echt als een landschap te gaan zien. We hebben ook wel meer grond nodig dan traditioneel 1 hectare of zoiets. Waar je dan gewoon per 2 vierkante meter begraaft. Dus dat is wel effectief de bedoeling om er op een andere manier mee om te gaan. Een beetje voor elk wat wel, zei Dirk. Speleologen kunnen dichter bij de grot begraven worden enzovoort. Dankjewel, Dirk. Ik heb ook begrepen dat Raadslid Bart Vermaak ook het woord nog eens vraagt. Dan nu het woord. Ja, nog een korte vraag. De begraafplaats van Deinzen. Ik lees in het dossier ook al dat er toch wel mogelijkheden komen om parking te maken dan, ook voor het openbaar vervoer en dergelijke. Het is ook logisch, denk ik. Maar het is niet de bedoeling van daar uiteindelijk ook
gebouwen op te zetten. Of want ik dacht ooit een keer gelezen te hebben dat er een bepaald stuk toch zou kunnen voorzien worden om daar appartementen of zo op te zetten. Of heb ik dat verkeerd voor? Ik denk dat je dat verkeerd voor hebt. Ik denk dat we daar zeer, zeer omzichtig gaan moeten mee omgaan met die begraafplaats van Deens. Dus, maar in de toelichting van Peter heel duidelijk was dat dat er niet in stond. Hè? Dus bij de taakstelling, dat is nog een keer lezen voor de duidelijkheid. Dus vergroenen verpakt met besloten karakter. Dat gaat over de muur die er rond staat. Dat is ook eigenlijk gezegd van, we gaan de muur niet afbreken om daar een busstation te gaan bouwen. Dus dat is niet meegenomen. De kwaliteit verhogen, dat gaat meer over dat verblijfskarakter dan. Doorwaadbaarheid, dus dat is voor eventueel door te gaan wandelen. Afwerken van de randen, dat is gewoon de rond. En dan behoud van die asverstrooiing en ze vraagt hier. Dus dat is eigenlijk de visievorming die rond de Deense weer gehouden is. Dank u. Ik weet niet wat Schepen van Tuinen daar iets wil aan toevoegen, omdat ik daarnet ook het woord zag nemen of wou zien nemen. Nee? Alles is verduidelijkt. Okay. Voorzitter, mag ik nog een vraagje stellen? Absoluut, aan u het woord. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb geen chatfunctie, dus ik zie de chat niet, dus ik probeer met mijn hand opsteken. Ik heb twee vragen nog bij het dossier van wat dat we daarnet toegelicht gekregen hebben door Peter. Begrijp ik het goed dat dat dan die globale visie is waar de provincie naar vroeg? Ter verduidelijking, dat was een van de commentaren, dat er een gebrek aan globale visie was vanuit de stad. Dus wil ik weten, van, is dat dan de globale visie die zal doorgestuurd worden? En dan een tweede is eerder een algemene bedenking. Van, ik denk dat het decreet op de begraafplaatsen nog wel meer mogelijkheden biedt dan dat we hier hebben. Of dat we hier nu te horen krijgen. Omdat ik toch wil terugkeren naar de problematiek van het tekort aan begraafplaatsen op dit moment. En de oplossingen die we daarvoor zoeken. En ik denk dat, ben er altijd van overtuigd dat Bachten daartoe heel wat mogelijkheden biedt. Al ligt het dan net buiten het kleinstedelijk gebied. Maar bijvoorbeeld ook asverstrooiing op publieke plaatsen is een mogelijkheid. Als we naar vier... Laat ons zeggen, even voor het oude Deinze een viertal centrale begraafplaatsen gaan, vind ik dat, dat ieder deel gemeente ook wel zijn publieke plek van asverstrooiing zou kunnen behouden. Moet daar misschien ook over nagedacht worden. En dan de term die gebruiken, bosbegraafplaats, natuurbegraafplaats, dat dekt nog vele ladingen. Hè. Waar we nu soms met geboortebossen werken, is het even goed mogelijk, denk ik, om via herinneringsbossen te gaan werken. En ik heb het voorstel al ooit gelanceerd om echt met afbreekbare urnes te gaan werken, waar echt een boom, waar mensen verder groeien als boom, en dat je eigenlijk op die manier organisch je bos laat groeien. En ik denk dat zowel voor Bachten als Astenen daar mogelijkheden zijn. Ik dacht ook dat Veneco had aangegeven om richting Bachtengrot meer naar een type stadsbos te gaan, laat ons dat groeien vanuit de mensen. Hè. Dus ik zou vragen om het debat op dat vlak nog een beetje open te trekken, met respect voor ieders overtuiging. En dan denk ik, ja, ook in Bachten zal nog het klassieke begraven nodig zijn, maar wel ingebed in een parkstructuur. Dus een beetje twee vragen dus van één, globale visie, en twee, kan dat debat nog wel opengetrokken worden? Dus voor het dossier is inderdaad het document die daar juist geformuleerd is de globale visie die ook meegenomen is in het dossier. Dan over de maatschappelijke invulling over begraafplaatsen. Er is nog geen beslissing genomen, maar een van de mogelijkheden is om inderdaad in de dorpen rond de kerken, die ruimte die vroeger een begraafplaats was, en die meer als een park en een stille ruimte gezien wordt binnen een dorp, daar... Dat kan, dat je daar asverstrooiing doet, maar dat moet beslist worden. En hetgeen dat je eraan haalt van mogelijkheden rond de begraafplaats in Bacht en Astene, dat zijn visies die inderdaad kansen moeten krijgen en die verder moeten uitgewerkt worden. Maar dat is ook de bedoeling. Het is daarom ook dat Bacht dat we dat zo ruim zien en dat er eigenlijk zoveel grond nodig is om net een bos, een herinneringsbos aanplant, dat dat toch wel een bos is en niet drie bomen. Als je een weide, een echte verstrooiingsweide wilt, die meer een open plek dan is, kan dat dan ook bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die,
die moeten verder uitgewerkt worden bij de inrichting en de uitwerking van het dossier eigenlijk. Maar nu zijn we eigenlijk bezig met, ja, eerst moeten we ruimtelijk, planologisch, ja, de juiste bestemmingen hebben en ook juridisch de eigendomsstructuur, voordat we dan effectief die uitwerking kunnen doen. Ja. Oké. Dank u wel. Ik heb ook nog Matthias Nering die een vraag wenst te stellen. Doet u maar. Ja, dank u voorzitter. Een heel korte vraag, maar over dat uitdoofscenario of het feit dat men verschillende beraafplaatsen wil laten uitdoven, zo gezegd. Heeft men daar al concreet over nagedacht hoe dat in zijn voegen treedt? Omdat je natuurlijk moet rekenen dat er bepaalde concessies worden toegelaten. Ik denk vanaf 20 jaar of zo, of dat meer of minder is, dat weet ik nog niet. Maar omdat je natuurlijk moet rekenen hoe meer van die concessies dat er nog zijn, hoe langer dat het gaat duren, alvorens dat je daar eigenlijk mee aan de slag kan gaan om die herbestemming te voorzien. Dus ik weet niet of dat er daar al over nagedacht is, of dat we dat gaan aanpakken om bepaalde concessies van plaatsen waar dat we weten dat een herbestemming volgt, of dat er daar op een andere manier mee kan omgegaan worden, of dat er daar nog altijd mag begraven worden. Ik weet niet wie hierop wenst te antwoorden. Woord aan Schepen Bart van Tuinen. Er zijn een heel aantal aspecten in deze. Eén, uitdoven is nog niet onmiddellijk herbestemmen. We nemen nu het voorbeeld van Gramne. Daar staat in op lange termijn uitdoven. Er kan er nog zeer lang begraven worden. Maar dan is er nog altijd de regelgeving van kracht. Achter een laatste begraving begint maar pas de termijn te lopen waarop je kan zeggen van we gaan er wat anders mee doen. Ik denk dat die termijn, ik weet niet heel van buiten, maar ik denk dat er de eerste 10 jaar geen andere bestemming kan aangegeven worden, tenzij men een dringend openbaar nut kan aantonen. Dus sowieso, stel dat je iets wilt herbestemmen, zijn je gebonden aan heel lange termijnen uit respect voor de overledenen. Ja, dat klopt. Ze noemen dat, collega Bart, de verplichte grafrust. Ja. Is dit voldoende als antwoord op uw vraag? Zijn er verder nog vragen omtrent deze toelichting en mede ook omtrent het punt die geagendeerd staat, die daar uiteraard mee verbonden is? Zijn er nog vragen? Nee. Ook niemand die een handje omhoog steekt, die ik niet zie. Dan denk ik dat we hier... Excuseer. Burgemeester van Stuutvoort? Nee, ik dacht dat u zei, steekt uw handje omhoog. Ik was al aan het zwaaien omdat het gedaan was. Nee, kijk, hiermee alles afgerond in dit punt zijn. Bedankt voor de toelichting, Peter, en de presentatie. Mijn excuses voor de technische problemen om het dossier te kunnen delen daarnet met het oponthoud. Waarvoor mijn excuses. En dan wens ik hiermee af te ronden. En zullen we elkaar morgen opnieuw kunnen treffen op de digitale commissie, opnieuw om 18:30, met betrekking tot alle overige punten van de gemeenteraad. Ik dank jullie allen voor jullie aanwezigheid en tot morgen. Dag morgen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Okay. Bye.